zo'n zin om weer te starten. Want dan komen al die goede ideeën los bij mensen die ze in kunnen sturen. Het mooie van de dorpenderby vind ik dat het zo breed is. Dus het is echt voor iedereen toegankelijk. Heb je een mooi plan en een doel voor ogen? En kun je die mensen bij elkaar brengen om echt voor dat doel te streven? Ja, dat is geweldig. De ideeën die wij zoeken, die gaan over de verbindende kracht van sport voor leefbaarheid in jouw dorp. Ons plan is om met het hele dorp 1000 kilo af te gaan vallen. En dan wel op een verantwoorde manier, met verantwoord eten, genoeg beweging. Hopen dat we het gaan halen. Ik ben eigenlijk door mijn dochter op het idee gekomen. Ze wordt echt dik. We wilden op vakantie gaan en ik had een bikini aan. En ze zei, ja man, dat kan gewoon echt niet meer. In januari ben ik gestopt met roken. En ik ben tot nu toe 5 kilo aangekomen. Dus ik heb echt zoiets van, er moet nou iets gaan gebeuren. Nou, dat is duidelijk. Daar mag echt wel van af. Nou ik. En wat we ook willen proberen is om daar de plaatselijke bakker en de plaatselijke groenteboer daarbij te betrekken. Die 1000 kilo, wij gaan ervoor. Het is ons idee om met het hele dorp 1000 kilo verantwoord af te vallen. Wat is jouw idee? Voor sommige ouderen wordt bewegen steeds wat moeilijker. En daar komt dan als gevolg vaak bij dat je ook minder mensen ontmoet, dat je wat eenzaam wordt. Wie weet daar nou een goede oplossing voor? Het is ons idee om in dit dorp een wiekompetitie te organiseren. Voor jong en oud, iedereen kan meedoen. En wat is jouw idee? Sprite double, yes! Toen was onlangs bij ons en toen kreeg ik het over tennis, omdat ik dikwijls tennis ook zelf. En toen zei ik, open, kunnen we niet eens iets anders doen? Dat we samen bijvoorbeeld een keer wieën. Hij zat altijd naar tv te kijken en ik maakte hem een beetje zorgen. Dus ik dacht, opa, we moeten een keer iets gaan doen. En toen kwam ik dus zeg maar op de wie. Nou, ik denk dat oma me heeft gezegd, Teun zit er maar eens een keer goed achter zijn vader, want opa moet meer doen. Mijn doel is eigenlijk om een competitie te houden voor jonge en oude mensen, voor de Wii zeg maar. Ja, je moet B inhouden, hè? Oké, en nu moet je het doen. Ze kunnen van elkaar zoveel leren natuurlijk. De ouderen kunnen de jongeren veel vertellen en de jongeren kunnen hun gedachten overbrengen naar de ouderen, denk ik. It's a beautiful day. Wij vinden dat iedereen ook echt mee moet kunnen doen. In Brabant staat niemand buitenspel. Het is ons idee dat elke sport- en spelaccommodatie in ons dorp toegankelijk wordt voor iedereen. En wat is jouw idee? Dirk, kom er maar uit. Elke keer als ik met Dirk op pad ga, ik heb wel een mooi aangepaste auto. Maar zodra als ik uit de auto kom, dan kom ik overal drempels tegen. Oh, stop maar Dirk. Dat gaat niet lukken. Nou, dan gaan we ergens anders kijken. Of zoals hier in de speeltuin, zand of andere obstakels. Oh, dat is moeilijk. Dus een van onze ideeën is om daar bijvoorbeeld rubberen tegels onder te leggen of een kunstgras dat het toch de bescherming geeft. Er staan er 20, 25 toestellen. Er is één aangepast toestel. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Ja, maar daar moet ik hulp bij nodig hebben. En dat wil ik niet, hè? In de meeste andere toestellen kan hij niet in, maar dan kan hij al rondomheen rijden. Want het plezier van Dirk is om er rond te rijden. Het leuke aan zo'n wagen is dat hij zo hard kan. Ik hoop dat de dorpenderby ons kan helpen. Alles waarvan jullie denken dat het een goede relatie legt tussen leefbaarheid, het leefklimaat in jouw dorp, en sport, bewegen, gezond met elkaar bezig zijn, dat willen we horen. Die ideeën willen we binnenkrijgen. En we weten zeker dat het wemelt van die ideeën. Dus maak ons gek en kom met al die ideeën richting provincie. Hoi, hoi. Jullie gaan een tijdje voetballen, begrijp ik? Ja. Dat is fijn. Nou, dan gaan we het proberen. Oké. Okay. Ik heb zelf gevoetbald vroeger. En daarna ben ik een beetje betrokken geraakt bij die club. En na verloop van tijd bleek dat die vereniging scheidsrechters nodig had. Voor de lagere elftal natuurlijk. Dus heb ik een scheidsrechtercursus gevolgd. En sinds die tijd fluit ik voort op de zaterdagmiddag. Ja, op de lijn. Ik vind het sowieso een hele aardige man. Want ik ken hem al wat langer, want hij woont bij de straat. En hij is altijd binnen. En nu is hij bij scheids. En dat vind ik eigenlijk wel cool. Ik denk dat hij 70 is. En dat vind ik heel knap als je nog scheids bent. Ik heb jarenlang met mijn rug gesukkeld. En ik voel me een stuk fitter. Ik merk het aan het respect wat ik ondervind iedere wedstrijd. Heel leuk, hij is
oud, maar niet ook weer niet oud om te scheidsen. Hij legt alles goed uit. Hij praat ook met de jongens. Oké, jongens, kom erbij. Ik ben een aantal mensen tegengekomen die in dezelfde situatie zaten. En ik denk dat het ook voor die mensen goed zou zijn als ze op deze manier eens wat meer onder de mensen kwamen. Einde wedstrijd. Bedankt, mannen. Dan gaan we even wat drinken, jongens. Kom op, we hebben het verdiend. Oké, het is mijn idee om een groot aantal mensen, ouderen, een scheidsrechtercursus te geven. Wat is jouw idee? Doe mee aan de Dorpen Derby 2014. Kan jouw dorp leuker, beter en leefbaarder worden? Bundel je krachten met je vereniging, je buren, je vrienden, je klasgenoten. En ga de strijd aan. En win minimaal 10.000 euro voor jouw project. En dat doe je allemaal voor jouw dorp.